We staan hier in het centrum van de stad bij de brug voor het bloemetje van de week. Het bloemetje is aangevraagd door Janine Waardenburg, die een prachtige brief heeft geschreven voor haar oma van 95 jaar oud. Oma woont nog volledig op zichzelf, hier bij de brug dus. En die vult voornamelijk haar dagen met het breien van dekens voor Roemenië. Nou, een super oma dus. En Janine vindt dat zij een bloemetje verdient. Dat gaan wij nu geven. Een overval met een bloemetje van Janine dus. Heel leuk. Ja. Hoe krijgt ze het van Zonne? Wat heb ik gedaan voor haar? Nou, ik heb begrepen, u bent 95 jaar oud. Ja, klopt. Ja. En u woont nog helemaal zelfstandig. Ja. En u breidt heel veel voor Roemenië. Heel veel. De dekens liggen hier op de grond. Oh, echt? Ik geef u eerst even dat bloemetje, mevrouw Waardenburg. Oh ja. Ja. En hier zijn die dekens? Ja, daar pak hem maar. Dan kun je het laten zien. Prachtig zeg. Kijk. Wauw. Die. En die heb ik er al zo'n 40 gebreid. Echt waar? Ja. Ja. En waar haalt u die energie vandaan? Nou, ja, die heb ik gewoon. Hè? Positief zijn. En goed denken. Niet treuren, niet zeuren. Zo, dat is dus het geheim? Ja. Ja. Dat is het geheim van positief zijn. Okay, ja, goed. Ja. En wij gaan u achterlaten met dat bloemetje, met een hele dikke kus van Janine. Leuk. En... Nou, doe Janine de groeten maar. Bedankt. Gaan we doen. En u vooral lekker zo doorgaan. Dat ik hoop nog een poosje van trouwen. Ja, 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 goed. Ja. Dank u wel. Heerlijk. Prachtig. Leuke meid. Hele leuke meid. Mooi, hè?